Good, Kelvin. Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Calvin. En ik ben hier met mijn grote vriendin, Anna de Manotion. Kijk, weet je wat het is, Anna? Nou, wij, die ga je mij een keer roosten. Wil je geroost worden door mij? Ja, jongen. Nee, maar dat... nou, heb ik meteen die vraag gesteld die je... Ja, dat vind ik dus, dat vind ik echt lastig. Want ik heb datzelfde als met zeg maar mensen als Masha en zo. Ik vind het echt moeilijk. Heb je Masha nog niet geroost? Nee. Oh. Terwijl als ik... Kijk, maar ik vind het dan heel makkelijk om een Giel te roosten. Terwijl die ook een Mattie is. Ja. Dan moet je nu zeggen of het mag, want dan doe ik het. Tuurlijk mag het. Zeker? 100. Mag ik overal grappen over maken? Ja, ga ik je... Ja, mag het overal? Ja, mag. Oké. Okay. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is nog steeds Kelsemmer, waarin ik elke dag van de maand een video maak. Het is zowel fysiek als mentaal bijna onmogelijk. Dat maar zeg we gaan je het elk doen. Jaar en je doet het elk jaar weer. Ja, maar dat komt omdat maar je ze moet... Hebben you know how to push yourself, maar ze hebben Anna. Er toch niks aan dat jij elke keer weer loopt te zeiken hoe zwaar je het hebt? Jawel, dat is psychologie. Empathie creëren. Nou, dat weet ik. Heb je geen medelijden, man? Nee. 5500 likes. Dat is het aantal wat we moeten halen mochten jullie morgen een nieuwe video willen. Dus like deze video sowieso. Binnen 24 uur en dan gaan we morgen weer wat leuks maken. Of niet, als je Kelvin wat rust gunt. Dan, dan moet je vooral niet liken. Ja. Dislike dan gewoon eventjes. Nee, doe het niet. Leuk. Niet doen. Ik heb... Wil een... iemand jou een keer roosten? Ja, daar wacht ik al 4 jaar op. Niemand doet... Ja, er zijn wel een paar kiddo's die het ooit geprobeerd hebben. Ja, er is dus nog... Kijk, ik zou best wel graag een keer geroost worden QC of zo. Dat hij me even helemaal, gewoon van A tot Z... helemaal pakt. Hij kent mij ook wel een beetje, dus QC als je dit kijkt, die track over je dochter, allemaal leuk en aardig, maar even weer stoer doen. Ja. Even met mij roosten. Oh ja. Anna Nushin. Yes. Lieve schat, ja. Wat gaan we doen vandaag? Wij gaan jou omtoveren tot echt een mega hippe boy. Want dat ben ik nog niet. En bedankt! Dat ben je soms. Ik dacht, ik doe even mijn gave blouse aan, maar nee, het wordt weer niet gewaardeerd. Ik vind deze heel tof. Ja? Ja. Oké, waarom, daar heb ik toch geen makeover meer nodig? Jij kwam met het idee, je zegt letterlijk tegen mij, zoek outfits voor mij uit, dat is wat ik heb gedaan. Nee hoor. Nee, zij kwam dus een maand geleden, nou een half jaar geleden al naar me toe. En jij zegt tegen mij, hey, ja, ik wil je heel graag eens een keer stylen. Je zegt, nou, doe maar niet. Uiteindelijk heb ik toch maar besloten om het te heb doen. Heb ik dit gezegd? Nee, natuurlijk niet. Ja, kom. Ja, kop echt. Hè? Ik dacht echt, dit is niks voor mij om te zeggen. Nee, dat is echt totaal niet waar. Maar ik kon ook nog heel veel andere dingen bedenken, maar jij wilde per se dit, dus dat is goed. Ja, we kunnen ook nu het hele onderwerp veranderen. Nee, vooral, doe vooral. Ik heb al met mijn lieftallige assistenten drie outfits uitgezocht. Dus... Wil je lieftallige assistenten in de video? Wil je even laten zien? Wil je even zeggen? Zwaaien. Assistent, kom maar. Hallo! Jij hebt ze uitgezocht, hè? Ja. Wat voor looks zijn het? Echt goede looks? Ja, het is een gele met een bruid. Kelvin is al heel hip. Ja, goed zo. Zo is het. Dankjewel. Dankjewel. Kan ik niet gewoon de volgende keer met jou een video maken? Ja. We krijgen nog complimentjes. Ja, daar ben ik spaarzaam mee, hè? Ja, goed. Maar dat is ook wel fijn. Ja. We krijgen al te veel complimentjes in ons leven. Nou ja, jij zegt het. Nee, maar het is niet dat we complimentjes tekort komen. Oké, we gaan gewoon maar beginnen. Begin! Kies iets uit. Wat moet als eerst? Ik geef mezelf helemaal over. Outfit 1, alsjeblieft. De hippe outfit. Dit is de hippe outfit? Ja. Oké, dan kunnen de anderen niet meer de hippe outfit zijn, hè? Nee, die krijgen een eigen naam. We hebben hiervoor gekozen om een beetje in het thema kleur te blijven van dit modebeeld. Geel. Oké. Okay. Dus we dachten... We gaan voor de faux fur trend, dus de nepbont. Ja? Oh, ja. Dit is genieten, man. Dit met is echt genieten. Een ribbelbroek, ook geel. Okay. En om het af te maken, een soort even om de color, anders is het te veel ton sur ton. Als bij te veel Pino. Deze jongen. En de sluier. En de sluier, maar dat is van Noé. Dit is de touch. En dat is omdat wij waren in Disneyland en toen leek dit ons heel erg leuk om mee te nemen. Oké, nou goed, dan gaan we deze het is allemaal heel serieus, deze outfit. Ja, zeker. Oké, maar dit moet er overheen. Ja, dit is je finishing touch. Oké, er zit geen schoenen bij. Ja, we hebben schoenen voor je. Maar er zit er geen bij. Wel hoor. Hier zo. Oh, hebben ze hier. Oh. Hier. De chaos is ultiem. Nee, dit gaan we editor niet erin doen. Kelvin is heel lief. Ja, heel leuk. Ja? Ja, heel leuk. Is dat wat? Maar dat weten mensen denk ik wel. Ja, dat weet ik. Wat jullie misschien niet weten is dat Kelvin stiekem ook echt heel serieus is. Ja, dat is naast dat hij altijd loopt te dollen. Ja, dat is waar. Hij is eigenlijk een hele serieuze boy. Serieuze boy. Noem je me nou serieus boy met een pino pak? Je zweet. Ik heb het bloed heet, zeg ik. Je zweet. Voel hier. Je voel je hoe warm mijn rug is? Ben je klaar? Kom maar. Ben je er klaar voor? Kom maar. 2, 1. Die ziet er wel goed uit. Luister, het ziet er serieus tof uit.
papies. Ik ga dit even opzij schrijven. Mag ik even vragen waarom één broekspijp langer is dan de ander? Ja, ik weet niet. Ik had er niet echt over nagedacht. Hé, maar je kan het best wel hebben. Is het mooi? Nou, mooi weet ik niet. Maar het is minder erg dan ik had gedacht. Akelige stilte bij die vraag. Ik vind dit best wel hard eigenlijk, dit zo. Ja, want dit zou jij wel aandoen. Dit zou ik echt wel graag misschien wel willen houden. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Als we heel even goed naar mij kijken. Ja? Ik ben voornamelijk geel. Maar goed, dan noemen we dit even. Dit was de hippe outfit. Ik vind dit serieus. Deze capuchon! Ik vind het serieus. Gewoon, echt leuk. Dit is gewoon een kussen of zo. Waar je lijkt op een beer. Een beertje. Ik lijk op een beertje. Zo voel ik me ook wel een beetje. Nou, outfit 2. Ik zie er weer ik zie er voor lekker outfit uit. Outfit 2 hebben we een beetje een iets meer gewaagdere look. Want de feestdagen komen eraan. Ja. Het is midden december. En oh, Anna. Ik hou van glim en metallic. Dus we hebben een hele mooie glimmende broek voor wat je. Wat is dit? Met een blouse. Dit mee, neem maar heel even pauze. Wat? Wat is dit? Een legging. Wat is dit? Een legging. Die heb ik ook hoor. Dat ja, dat maar mij niet. Je hebt ook jurkjes of niet? Roze prinsesjurk, die heb ik ook niet. God de god, er staan hier twee mannen, dit kan toch niet? Nee. Volgens mij ga je s'avonds gewoon aan. Ja, tuurlijk. Deze gaan we mixen met dit ding had je soort van aan, hè? Pardon! Doe normaal! Nou, toch? Hallo! Eerlijk? Dit is gewoon een budget Hawaii blouse zonder excuse flamingo's. Excuse you, dit is niet budget. Dit is gewoon hartstikke mooi. Ja, dit ziet er... Het lijkt gewoon een kilo. Zo. Ja, dit ziet eruit als echt zo'n ondankbaar kilo shop ding. Je hebt net... Pak even het hemd wat je net aan had. Hoeveel nee. Verschillend is dat met dit? En we gaan door. En helemaal in de lekkere ski-jack trend. Kijk, dit vind ik... Ja, oké. Okay. Ik zie het nog niet helemaal eerlijk, bij elkaar komen. Maar deze heb je wel. Vind je ook echt leuk. Ja, dus zeker. Ik heb wel één ding wat je leuk vond. Duurt het zo lang? Hé, luister dan. Wat is dit? Wat is dit? Dit is helemaal niet zo erg hoor. Yo. Ik zal je daar weer mee naar huis. Oké, die broek, ik geef toe, is niet heel goed uitgevallen. Het is een beetje... Dit is niet te doen, jongen. Wow. Maar kijk, ik herinner me wel een keer, nu langzaam begint het met de dagen dat ik ooit wel zei van ik vind dat je even een beetje een andere stilo en zo moet. Ja. Maar dat is echt, dat is wel lang geleden al. Ja, en dat heb ik steeds gedaan. Ja, maar kijk, nee, maar ik wil dat wel een keer serieus even een keer meegaan en dan dat doen. Dit is een beetje de meme versie, dit is de comedy versie. Nou, ook niet. Ik vind dit zo, serieus leuk. Deze jas wil ik ook hebben. En die blouse ik vind ik ook echt heel leuk. Dit zo. Jij surkt erover, maar ik vind het echt... Besef hoe blank ik ben. Heb je geen borsthaar? Als je, nee, ik ben 16 hè, dat weet je nog niet, maar... Net 16. Ik ben net 16. Oké, okay, hoe noem je deze outfit? Want dan kunnen we hem straks even een resume doen. De eerste was de hippe look. Dit is Glitter Boy. Glitter Boy. Hey, Glitter Boy. Ja, ik moet zelf zeggen dat die andere misschien wel meer een favoriet was. Ja, maar die andere, die trui was echt goed. En hierbij is de boven, vergis je niet, het bovenste stukje is echt top. Oké, okay, ik vergis me niet. Alleen... staat genoteerd. Het onderste stuk is net iets minder goed gelukt. Ja. Tijd voor de derde outfit. Outfit nummer 3. Oh, ik vind het wel een mooie blouse nu. Het is echt mooi. Ja, je hebt gelijk. Het is echt mooi. Je hebt gelijk. Het is net kunst. Hij is wel iets te ver open. Dat heb je zelf gedaan. Hè? Ja, maar dat moest. Ik zei tegen je, doe hem gewoon dicht zo netjes. En echt helemaal niet. Dit zijn leugens. Je hebt hem zelf opgedaan. Leugens. Dit is een, dit vind ik leuk, want dit is een combinatie tussen een soort van joggingbroek en nettenbroek. Okay. Dus dat leek me wel tof. Ja. En ik zie jou dit nog wel dragen. Dit zie ik mezelf ook wel dragen. Ja, toch? Ik ga serieus de papies van dit allemaal opbellen straks. En zeggen, kan ik misschien een paar dingen houden? Want... Hoe vaak wil je een shout-out doen naar gratis spullen? Ja, daarom. Spice PR. Nou, deze heb je. Hé, maar deze is wel, ik moet wel eerlijk toegeven, hij lijkt me wel aardig. Maar, of is dat de bedoeling? Het voelt een beetje als een je kan hem aantrekken mannenbroek. Hier. Ah, oké. Okay. Zo. Het voelt een beetje als zoiets waar je ook gewoon een drol in kan laten en dat niemand het door heeft. Dat zou je ook in die kunnen doen. En dan hebben we deze. Dit is gewoon een leuk festivalachtig shirt. Oké. Okay. Want ja, het festivalseizoen komt eraan, dus... Winterfestival. Hè? Let's go. En, kijk, ik hou gewoon echt van panter. Ik heb eigenlijk elke dag wel iets van panter aan, dus... Maar ja. Wat is dit? Dit is een soort jas. Dit is een soort jakka. Een soort jakka. Maar dan helemaal een beetje leren bikerjas, maar dan in panter. Stoer. Daar komt een stoere Kelvin naar boven. Want ja, die zie je natuurlijk elke dag. Die kop van jou. Wat is gewoon mijn hoofd? Ja, nee, ik zeg stoere Kelvin, jij kijkt echt... Nou, die heb ik nog nooit van mijn leven gezien. Ik heb gewoon heel warm, dus ik was meer aan het concentreren. Okay. Ik kon niet zweten. En hey, schoenen dan? Die moet andere nog... graag, van het begin. Oké. Okay. Oh! Oh, de deur gaat weg.
Kijk, deze is best wel goed gelukt. Ik weet het even niet zo heel goed. Ja, je bent ook een beetje... Ik hoor jou niks. Hij was anders in mijn hoofd dan nu je hem aan hebt. Het voelt een beetje als een soort van... Als een compromis. Ik vind shirts in een broek chiller dan uit een broek. Dat excuses. Sowieso. Excuses dat ik toch een beetje boerenzoon ben. Kijk, nou op zich zat zo... Het kan, kijk, dit ja, is leuk. En, zo. En dan zie je dit en denk je... Nah! Ja, maar ik ben met je eens dat die broek... De vorm is gewoon niet helemaal... Het is, snap je? Ik weet niet wat ik allemaal mag zeggen aangezien jij alles wil houden. Dus ik weet niet wat we wel niet kunnen afkraken hier. Nee joh, maar dit... Kijk, ik zie mezelf dit niet zo snel... Nee. Maar dit kan toch wel leuk zijn? Of... Ja, kijk, als ik hem dicht doe dan... Nee. Wat is jouw favoriet? Laten we daarmee beginnen. Die eerste? Ja, die van mij ook. En daarmee ook waarschijnlijk automatisch die van alle kijkers. Dus we kunnen... Maar nee, maar dat denk ik niet. Oké. Okay. Want ik vond bij die tweede vond ik de bovenkant heel erg leuk. Lieve kijkers, onthoud dat Kelvin heel graag een aantal spullen wil houden. En dus die spullen mag je niet afkraken, want Kelvin wil daar niet voor betalen. Die wil ze gratis hebben. Behalve die items mag je volop zeggen wat je ervan vond. Dus ja, deze broek mag je afkeuren, dit ding. Je mag eigenlijk alles. Je mag mijn hoofd afkeuren. Duimpje. 5500. Duimpje. Zeg het, 5500. Ja, 5500. Duimpjes omhoog. Duimpjes omhoog. De groeten. De groeten.